Dit verhaal begint met een foto op een telefoon waar deze jonge man te zien is. De dan 14-jarige Mauro Junior is in maart 2014 op bezoek bij PSV en poseert in de directiekamer met Marcel Brands. Nu zitten ze naast elkaar in dezelfde ruimte en tekenen een contract voor 5 jaar. Ja, dit is een jongen die mede dankzij Richard Mettes, die voor ons trainen al deed, op de korrel kregen. Is een heel jongen hier op stage geweest. Heel veel indruk achtergelaten. En we hebben dat contact eigenlijk altijd warm gehouden. Regelmatig is hij hier geweest. Vorig jaar heeft hij op de Cup meegespeeld. En iedereen binnen de club kent hem. En het is ook geen geheim meer dat we hem graag wilden aantrekken. Maar we moesten natuurlijk wachten totdat hij 18 jaar werd. Dat is hij in mei geworden. En vanaf dat moment hebben we de rest geregeld dat geregeld moest worden. Door die eerdere stageperiode op de hertgang weet de Braziliaan nu in elk geval precies wat hij kan verwachten. I already the players, the staff. I like PSV, I like Holland, and it's my dream play here. Mauro dus blij, Marcel Brands ook, want deze overstap heeft veel geduld gevraagd. Ja, dit is altijd een traject wat heel moeilijk is, omdat die jongens natuurlijk ook in Brazilië onder druk worden gezet. We hebben het een keer eerder geprobeerd met een verdediger en die bezweek uiteindelijk weer voor de druk in zijn vaderland. Ja, Mauro is heel standvastig gebleven. Die heeft vanaf dag 1 eigenlijk een goede indruk gekregen van PSV. En de keren dat hij hier kwam, zag je eigenlijk ook meteen de klik met die jongens in het team al. En dat was eigenlijk heel verwonderlijk voor een jongen die eigenlijk een soort van stage deed. En bij Mauro is de druk er ook geweest vanuit Brazilië om hem toch daar te houden. Maar hij heeft daar eigenlijk nooit op gereageerd, is daar nooit op ingegaan. Dus wat dat betreft was zijn keuze ook eigenlijk al vanaf het begin heel duidelijk. Hij wilde graag naar PSV. Ja, en dan is ons voordeel natuurlijk dat we een mooie geschiedenis hebben natuurlijk met Braziliaanse spelers. Deze kleine man was de allergrootste, Romario. En Mauro kent uiteraard zijn klassiekers. I did see players before play here, Romario, Ronaldo. And now I will play here. It's my dream. You will play for young PSV. Make many goals and try to be at the first team fast. Kijk, voetbaltechnisch is hij zover. We zullen wel voorzichtig met hem zijn, want fysiek is natuurlijk de Jupiler League wel een behoorlijke competitie. Dus we moeten ook even kijken hoe dat zich ontwikkelt. Hij heeft ook nog de leeftijd om in onder 19 te mogen spelen natuurlijk. Maar we laten hem in ieder geval beginnen bij Jong PSV. En eens kijken hoe ver hij komt. En hij zal waarschijnlijk ook zeker de Otter Cup weer acte de présence geven. Dus... Maar eens kijken hoe het gaat ontwikkelen in de voorbereiding.